Goedendag, beste kijker. Welkom bij Klaagmuur TV, vandaag vanuit Kortrijk. 10 miljoen dollar voor een leugen. Wat zou een opzet tot oorlog zijn zonder de media? Wie anders dan zij zou wereldwijd de berichten kunnen verspreiden. die er nu eenmaal nodig zijn voor de acceptatie van een oorlog? Bijvoorbeeld Irak. In 1990 ging er een verhaal als een lopend vuurtje de wereld rond. Een 15-jarig meisje. Zou er ooggetuigen van zijn geweest hoe in een ziekenhuis in Koeweit Iraakse soldaten zuigelingen uit de couveuses namen en ze op de grond gooiden waar ze stierven. Dit verhaal werd zo vaak herhaald tot tenslotte iedereen het geloofde. Een meerderheid in de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemde in met het militaire ingrijpen in Irak. Later bleek dat het meisje een dochter van diplomaten uit Koeweit was, aangeworven door een public relations bureau, bureau om de couveuse leugen te vertellen. Voor deze en andere leugens tegen Irak, die zulke rampzalige gevolgen hadden, incasseerde het agentschap in totaal 10 miljoen dollar. Het had de opdracht gekregen van een in Amerika opererende organisatie. Ook nu ziet het er weer naar uit dat Amerika en zijn geallieerden onder valse voorwensels een oorlog willen beginnen. Door de aanval met chemische wapens in Syrië namelijk op het regime van president Assad af te schuiven, Probeert men een oorlog te beginnen tegen dat land? Als u deze manipulaties aan het licht wil brengen, beste kijker, geef dan de gegevens van deze saai door aan anderen. Want alleen als we deze informatie doorgeven, kunnen we deze vreselijke dingen tegenhouden. Hartelijk dank voor uw aandacht, en tot de volgende keer.